draai. Komt dat schot. Goal. Nu is het dik in orde. Scheidsrechter, je vermoord wedstrijd. Dit is niet. Vreemd om een item over een oud voetballer te openen met feestbeelden uit het holst van een Limburgse nacht. Minder vreemd als de speler in kwestie John Linford heet. John Linford, Britse held in de provincie. Kanon op het veld, kanon aan de bar. Op de avond van zijn voorgenomen debuut voor het grote Ipswich Town, Thijssen, Muren, de UEFA Cup, uit bij Middlesbrough, weigeren de lichtmasten dienst. Pas als hij begint aan een tournee langs Hollandse velden, komt zijn talent aan het licht. Koppen, schoppen en scoren. Linford speelt voor DS79, FC Den Haag en NAC, maar komt pas bij Fortuna tot volle bloei. Als punt van de gevaren driehoek Hoyer, Linford, Holverda schiet hij in Sittard met scherp. Linford gaat goed binnendoor en legt zelf aan. Ja hoor, dat is hem. Een geweldige aankoop toch, die John Linford die eerder bij DS en FC Den Haag speelde. En hier is zijn zesde treffer. Na de wedstrijden sprint hij naar Stad Sittard om zich ook daar tot het laatste fluitsignaal helemaal te geven. Omringd door mooie vrouwen of door op de bar te springen, zijn broek te laten zakken en I'm the Elephant Man te gillen. Smakelijke verhalen genoeg over Dirty Johnny Linford. Onsmakelijke ook trouwens. Je zou ze beleefd kunnen verzwijgen als hij er zelf tenminste niet steeds zo opgewekt over begon. Later bij het keurige FC Zürich en bij Utrecht als opvolger van Erik Willaerts bakt hij er weinig van. Na zijn carrière keert hij terug naar Engeland en schaft zich een eigen pub aan. Alsof je een kanarie zangzaad laat verkopen. Intussen is John Linford bijna 60. En die mooie vrouw naast hem op zijn Facebook-profielfoto is zijn dochter. 4 pubs bezit hij. Je kunt daar uitstekend bier drinken en voetbal kijken. Als ze hem vragen of hij intussen echt volwassen is geworden, antwoordt hij: thuis ben ik een echte familieman. Maar ik kan niet altijd thuis zijn.